Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. We gaan vandaag drie technologiebedrijven met elkaar vergelijken. Dat was het meest gekozen sector eigenlijk van een poll die ik op Instagram had gedaan. Dus mocht je ooit inspraak willen hebben in mijn video's, volg dan zeker mijn Instagram @eenpassiefinkomen. Ik heb vandaag de laatste dagen eigenlijk een beetje onderzoek zitten doen, want ik ben zelf wat meer op zoek naar investeringen te doen die meer vallen bij value investing. Ik heb nu heel veel geld geïnvesteerd zitten, heel veel geld verdiend met vooral groeiaandelen. Vind ik heel erg interessant, maar ik denk zelf ook wel een beetje dat ik in ieder geval misschien de markt wel een beetje overprijsd is, of in ieder geval ja, hoog gewaardeerd is. Maar dat zeker ook in mijn eigen portfolio ik wat meer spreiding moet aanbrengen. Dus ik ben juist ook op zoek om deze aandelen te vinden. Daar heb ik dus deze sheet voor gemaakt, die ik vandaag ook ga gebruiken bij deze drie aandelen. Dus laten we overgaan naar die sheet en dan meteen beginnen met de drie aandelen die ik vandaag wil bekijken. En hier zien we dan de sheet. Ik heb hem genoemd de epische aandelen checklist. En hij lijkt een beetje op de fundamentele analyse die ik al eerder heb gemaakt. Alleen zitten nu wat andere dingen die je tegen gaat komen. En ik heb het een checklist genoemd, omdat er uiteindelijk op 11 punten in dit geval een eentje of een nulletje wordt gegeven om in ieder geval een score te komen, om te zien hoe een aandeel scoort. Nou, laten we dan beginnen met het eerste technologieaandeel. En dat heb ik gekozen als Apple. En dan worden langzaam de gegevens gedownload. We zien dat de koers van Apple op dit moment net geen $142 is, dat ze dit jaar zo'n 5,5% in de plus staan. En hier zien we ook het koersverloop sinds vorig jaar best wel een behoorlijke sprong gemaakt. We zien ook een jaar geleden ergens als het laagste punt, zo moet ik zeggen, iets onder de $90. En we zitten nu wel een beetje richting die top, dat zien we hier ook. En zitten zo'n 2,3% onder die top van $145 is het geweest. Dus laten we vooral gaan kijken naar verschillende eigenlijk fundamentele dingen, gegevens, cijfers van dit aandeel. Nou, ten eerste de PE ratio. Hier willen we eigenlijk op zoek gaan naar een PE ratio van onder de 25. Maar ik heb gekeken, historisch gezien is eigenlijk alles tot en met 2 jaar geleden was 25. Inmiddels zitten we hoger. Vandaar dat ik zeg dat misschien de markt ook al overgewaardeerd is. Dus het liefst gaan we op zoek naar aandelen onder de 20, een PE ratio. Nou, daar zit Apple wel boven met 31. Het ziet er iets beter uit voor de forward PE. Het komende jaar zal naar verwachting dalen naar 26, maar nog steeds boven de 20 die we eigenlijk zoeken. Dus dat is geen punt. Gaan we kijken naar de winstgevendheid. Nou, we willen een netto winst van meer dan 10%. Dat betekent van iedere euro die er binnenkomt houden ze in ieder geval 10 cent over. Nou, Apple houdt van iedere euro of dollar die er binnenkomt zelfs 21% over. Dus dat hebben ze heel erg goed gedaan. En kijken naar return on assets, dat is zeg maar wat ze verdienen aan de middelen die ze zelf hebben, die ze gebruiken om omzet te maken, winst te maken, willen we kijken dat in ieder geval boven de 5% is. En dat is met 23% ook zeker boven die 5%. Dus dat is heel erg goed. Kijk ook even naar de netto winst, hoe die is gegroeid de laatste jaren. 5 jaar geleden zo'n 45, 46 miljard. Toen groeide het naar 48, bijna 60, daalde weer iets. En vorig jaar was die 57 miljard. Dus je ziet wel een beetje, het ene jaar groeit je zo'n beetje 6%, krimpt een keer 7%. Er zit ook een groei tussen van 23%. Maar afgelopen jaar vergeleken met 5 jaar geleden is het 11,7 miljard hoger. En op dat bedrag is dat een groei van 26%. Dus we willen eigenlijk alles boven de 1%, want alles wat groei is, dat is goed. Nou, 26% is wel heel erg goed. Hetzelfde zien we eigenlijk een beetje bij de omzet. De omzet 5 jaar geleden 215 miljard, langzaamaan gegroeid. Naar vorig jaar 275 miljard, is bijna 60 miljard meer dan 5 jaar geleden. Oftewel een toename van 27% op dat bedrag van 5 jaar geleden. Ook heel erg goed. Gaan we vervolgens kijken naar de cashflow. Cashflow is heel erg belangrijk. Dat geeft eigenlijk aan van wat verdient een bedrijf nou eigenlijk met de activiteiten, met de hoofdactiviteiten. En het geeft dus eigenlijk aan, met dat geld kunnen ze doen wat ze willen. Ze kunnen het investeren, ze kunnen overnames doen, ze kunnen dividend uitkeren. Dus ze hebben de vrijheid om te doen met dat geld wat ze willen. Heel erg interessant. Dus ook hier gaan we kijken hoe dat is gegroeid de laatste jaren. Nou, 5 jaar geleden 53,5 miljard. Vorig jaar 73,5 miljard. In totaal dus met 20 miljard gegroeid. Oftewel een toename van 37%. Is ook heel erg goed. En de price to free cash flow. Oftewel, wat betaal je eigenlijk aan een aandeel op dit moment om die free cash flow te krijgen? Nou, we zouden liefst een beetje zoals bij PE ratios
onder de 20, onder de 25 willen zitten. En dan zitten we bij Apple op dit moment net iets boven met 26,2. Het volgende punt waar we dan willen kijken is de schuldpositie. Ja, hoeveel bezittingen heeft Apple? Hoeveel schulden heeft Apple? Dus het liefst wil je natuurlijk zien dat ze ten eerste überhaupt al meer bezittingen hebben dan schulden. Maar zeker op de korte termijn dat ze genoeg geld hebben om ook schulden op de korte termijn af te betalen. Nou, dat zien we hier bij de current assets. Ze hebben 144 miljard aan bijvoorbeeld geld op de bank staan, rekeningen die ze binnenkrijgen, inventaris die er misschien nog ligt. En ze hebben op de korte termijn 105 miljard aan schulden. Dus dat is hoger, zelfs 36% hoger. Dus alles boven de 1 is goed. Dus dat is heel erg positief. En kijken we zelfs naar de totale schuld. Hier willen we natuurlijk kijken dat die minder dan 1 is. Oftewel dat we minder schuld hebben dan dat we bezittingen hebben. Ook dat is hier het geval. Dus daarop scoort Apple ook goed. Gaan we vervolgens door naar het dividend. Het dividend, Apple betaalt zo'n 18% uit van de winst die ze maken. Ze hebben een dividend yield van 0,6%. Vorig jaar hebben ze bijna 14 miljard aan dividend uitgekeerd. Hoe kunnen ze dat uitkeren? Hebben ze genoeg geld? Ja, kijken we naar de free cash flow waar we eerder over hadden. Die was bijna iets meer dan 73 miljard. Dus ze kunnen eigenlijk meer dan 5 keer het dividend uitkeren. En dat betekent dus dat ze... ze hoeven geen geld te lenen om het uit te keren. Er is genoeg geld om dividend uit te keren, om aandelen zelf terug te kopen misschien wel en om nog overnames te doen. Dus dat is heel erg positief. En over aandelen gesproken, heel erg belangrijk trouwens, koopt een bedrijf aandelen terug, zeg maar, of delen ze meer aandelen uit? Omdat dat eigenlijk, ja, je ziet dat niet altijd per se terug. Maar het is natuurlijk wel interessanter als een bedrijf langzaamaan minder aandelen heeft. Want als het dan winst maakt, hoeft dat over minder aandelen te verdelen. En wordt jouw positie met jouw aandeel dat je hebt dus eigenlijk meer waard. Nou, 5 jaar geleden hadden ze 21,8 miljard aandelen uitstaan. Dat is in de jaren daarna eigenlijk gedaald telkens. Zo'n 5, 7, 6%. Dat zijn er dus 4,5 miljard minder geworden. Oftewel een afname van in totaal 21%. Nou, alles wat 0% of lager is... is goed, dus hier scoort Apple heel erg goed op. Dus je ziet dus dat ze regelmatig, ieder jaar eigenlijk, 5% van de aandelen minstens wel terugkopen. Dus dat is eigenlijk ook een rendement dat je maakt. De koers hoef je niet door te stijgen en toch kun je op die manier dan toch eigenlijk verdienen aan het aandeel. Kijken we tenslotte dan naar de koersinformatie. Nou, hier hebben we eigenlijk weer hetzelfde koersverloop gezien. De huidige koers is net geen $142. Het gemiddelde van de laatste 50 dagen ligt op 129,28. En van het gemiddelde van de laatste 200 dagen ligt op 129,32. Dus we zitten wel boven die gemiddeldes. Al ligt de 50 net iets onder de 200. Dus we gaan wel langzaamaan in een trend omhoog. Maar het is een beetje opletten. Het momentum is in ieder geval wel goed. Kijken we naar de gemiddelde koerswaardering van analisten. Die ligt op net geen $160. Oftewel 12,5% eigenlijk hoger dan de huidige koers. Dus dat ziet er ook positief uit. En als we al die dingen samenvatten, dan komen we eigenlijk aan een aandelenscore. Hier zien we alle punten die we zojuist besproken hebben met wat we graag zouden willen zien. Zoals de P-ratio van minder dan 20. Nou, daar scoren ze dan niet op, omdat het bijna 31 is. Maar op heel veel andere punten scoren ze wel. En uiteindelijk van de 11 punten die ik op dit moment heb, heeft Apple dan 9 punten gescoord. Dus dat ziet er gewoon heel erg goed uit. En ik heb zitten denken bijvoorbeeld van, zouden we deze analistenverwachting mee moeten nemen als een score? Ik heb hem hier als plus 10 staan. Omdat ik denk van, als je een aandeel kiest en het heeft niet minstens 10% upside volgens analisten, dan kun je eigenlijk net zo goed je geld gewoon in een ETF stoppen. Want dan heb je het gemiddelde rendement, zit je ook rond de 7-8%. Dus waarom zou je het risico lopen om net dat ene aandeel te kiezen? Dan moet het wel waard zijn. Dan moet er wel een paar procent extra rendement gemaakt kunnen worden. Al is het natuurlijk niet zo dat je altijd maar vanuit analisten uit moet gaan. Maar het geeft wel een beetje aan van dit aandeel heeft mogelijk meer groei dan het marktgemiddelde. En ik wil ook heel even uitleggen waarom ik hier 7,5% heb neergezet. Omdat we eigenlijk gaan kijken bij de omzetgroei. We willen wel een beetje rekening houden met de inflatie. Zo'n 1,5% per jaar gedurende 5 jaar. Dus eigenlijk moet de omzet minstens dit groeien om met de inflatie het zijnde toch hetzelfde te blijven. Dus vandaar dat ik daar 7,5% heb ingevuld. En de rest is denk ik wel logisch en heb ik al eerder in deze video dus uitgelegd. Dus laten we doorgaan naar het tweede aandeel. En als we over Apple praten, dan hebben we het vaak ook over Microsoft natuurlijk. Dus ook hier worden de gegevens even geladen. Kijken we naar het aandeel, $276 op dit moment.
Dit jaar al 25% bijna in de plus. We zien het ook echt hier wel zo goed als op zijn piek staan. Vandaag net een iets minder dagje, iets minder goed nieuws, omdat het contract met het Pentagon volgens mij niet meer helemaal geldig is, of dat ze misschien maar een klein gedeelte daarvan krijgen. En we zien dan ook dat ze net 1% onder de all-time high staan, in ieder geval van de afgelopen 52 weken. Kijken we naar de PU ratio, 37, hoger dan de 20 helaas. Kijken naar de winstgevendheid, die is zelfs nog hoger dan bij Apple. Hier zien we zelfs 31%, dus ver boven de 10% die we zoeken. En hetzelfde geldt met de return on assets. We zoeken 5%, we zien 18%, dus dat gaat heel erg goed. Kijk hoe de winst is gegroeid de laatste jaren. Nou, die is van zeg maar 17 miljard naar zelfs 44 miljard gegaan. Dus een toename van 27 miljard, oftewel 164%, dus ruime toename. En kijken we naar de omzet, die was 5 jaar geleden 85 miljard, vorig jaar 143 miljard. Dus ook hier zien we een flinke toename van bijna 70%. Wederom erg goed gescoord. Vervolgens naar de cashflow. Hoeveel geld houdt het bedrijf eigenlijk over? Dus naar alle activiteiten die het doet. 5 jaar geleden net geen 25 miljard. Nu bijna 45 miljard. Dus bijna een verdubbeling. 80% toename. Dus 20 miljard erbij in de laatste 5 jaar. Ook daar scoren ze erg goed. En kijken we dan naar de price to free cashflow. Die is dan weer wat hoger. Zoals we zeggen, we willen misschien maximaal 25 betalen. Maar op dit moment zie je wel dat het ver boven het gemiddelde, of eigenlijk het bedrag wat we willen. En dat is dan helaas wel jammer. Dus eigenlijk is het aandeel ook best wel hoog gewaardeerd op dit moment. Ook is dat misschien wel logisch als je ziet met wat voor percentages de winst, de omzet en de free cashflow natuurlijk zijn toegenomen de laatste jaren. Gaan we dan kijken naar de schuldpositie en het dividend. Nou, ze hebben een schuldpositie van boven de 1. Ze hebben zelfs 2,5. Dus ze hebben voldoende current assets op de korte termijn om de schulden op de korte termijn af te betalen. En het schuldenratio ligt zelfs nog lager dan bij Apple. Ze hebben 300 miljard aan bezittingen, 180 miljard aan schuld. Dus dat is ruim voldoende. Kijken we dan naar dividend. 29% van de winst keren ze uit. Dat komt neer op 0,8% dividend yield. Ze hebben zo'n 13 miljard uitgekeerd vorig jaar. Ze hebben 45 miljard aan free cashflow. Dus ze hebben voldoende geld om het dividend te betalen vanuit die free cashflow. Dus ook dat is wederom ruim voldoende. En kijken dan naar de aandelen. 5 jaar geleden hadden ze 7,9 miljard. Nu 7,6 miljard. Dus ze kopen wel langzaamaan een heel klein beetje terug. Maakt niet uit. Het is in ieder geval een afname. Dus dat is positief voor jou als aandeelhouder eventueel. Verwachting is ook wel dat ze dit denk ik wel door zullen zetten. Zeker aangezien ze genoeg geld hebben overhouden om dat te doen. Dus ze keren een gedeelte uit aan dividend, maar hebben dus nog genoeg geld over om misschien wel zelf aandelen terug te kopen of om overnames te doen bijvoorbeeld. Dus het ziet er wel naar uit dat dit denk ik ook wel in de toekomst gaat gebeuren. In ieder geval ook dat is weer een goed punt. En kijken we dan vervolgens naar de koersinformatie. De huidige koers dus op 276. Dat is boven de 50 dagen gemiddelde. En de 50 dagen ligt zelfs boven de 200 dagen gemiddeld. Dus we zien hier ook duidelijk in het koersverloop een oplopende lijn. Dus het ziet in ieder geval positief uit. Al is het wel zo dat Microsoft nu echt wel op zijn all-time high eigenlijk staat. Dus ik weet niet of dat heel erg aantrekkelijk is. Kijken we naar de verwachting van analisten. Die ligt net onder de $300. Volgens mij, ik heb het eind vorig jaar gekocht. Rond de $200. Dus ik zit wel positief. Ik zou nu in ieder geval niet instappen. De verwachting is ook 8% hoger dan de koers op dit moment. Je kunt je dan afvragen, als ik het zou moeten kiezen, is het dan niet interessanter om het wereldwijd in een ETF te stoppen? Ook dan heb ik 7-8%. Dan heb ik in ieder geval meer spreiding. Dus dat is in ieder geval iets om over na te denken. En kijk dan even naar de samenvatting. De aandelen scoren. We zien eigenlijk een beetje hetzelfde punt als bij Apple waar ze scoren. Alleen de analistenverwachting is lager. En daarom dus 8 punten in dit geval voor Microsoft. En wil je nou trouwens gaan beginnen met beleggen, bijvoorbeeld in deze aandelen die we in deze video bespreken. Ik koop bijna al mijn aandelen, zeker in ieder geval voor de lange termijn, via de Giro. En mocht je nou zelf ook een account willen openen, maak dan gebruik van de link onder deze video om gratis een account te openen. En op die manier help je ook nog eens het kanaal. Maar laten we nu weer verder gaan met het laatste aandeel van deze video. En dat aandeel is Google. En dat is GOOG. En dan zal hier staan Alphabet, omdat tegenwoordig Google eigenlijk de moedermaatschappij is Alphabet. Kijken we naar de koers, dan is die bijna $2600. Dat is een heel erg mooie koers, maar het maakt natuurlijk wel zorg ervoor
dat het niet zo aantrekkelijk is voor mensen zoals jij en ik misschien, die niet al te veel geld in één keer willen inleggen of kunnen inleggen. Heel veel mensen doen misschien 100 euro in de maand, 250 euro in de maand. Dan is het helaas niet mogelijk op dit moment in ieder geval om een aandeel van Google te kopen. Dat is wel jammer. Het aandeel is zelfs ook enorm hard gestegen. Was het bij Apple 5%, Microsoft 25%, zien we zelfs dat bij Google dit jaar al bijna 50% groei is. En dat zien we ook echt wel in het aandeel. En het is eigenlijk nog dichter bij de top dan wat eerder al zagen. 0,02% van de all-time high in ieder geval van de laatste 52 weken. En hier zien we trouwens ook de beurswaarde staan. We zien dat Apple volgens mij nog steeds het grootste bedrijf in ieder geval qua beurswaarde is. Met 2366 miljard. Gevolgd door Microsoft, die heeft 2081 miljard. Maar Google is ook erg dicht in de buurt met 1712 miljard aan beurswaarde. Gaan we dan weer kijken naar de koerswinst. Een PE ratio van 33 is op zich niet heel erg hoog. Wel hoger dan in ieder geval Apple. Maar in ieder geval ook hoger dan we eigenlijk zoeken. Dus het is misschien net te hoog gewaardeerd. In de toekomst is de verwachting wel dat het iets gaat dalen. Dus het ziet er wel iets positiever uit, maar dat is nog niet de 20 waar we eigenlijk in ieder geval naar op zoek zijn. Kijken naar de winstgevendheid. We zoeken 10%. Het is 22%. Ligt een beetje in lijn met Apple en de return on assets. We zoeken 5% of meer. En die zijn op 16%. Dus dat is ook wederom erg goed. Hoe zit het dan met de netto winst? Nou, die was 5 jaar geleden 19,5 miljard. En vorig jaar 40 miljard. Een toename van bijna 21 miljard in 5 jaar tijd. Oftewel een verdubbeling. Dus dat is erg goed. Niet zo goed als bij Microsoft, maar ja, ik denk niet dat je ontevreden mag zijn als je met dit soort bedragen kunt verdubbelen in 5 jaar. Nou, hoe zit dat dan met de omzet? De omzet is eigenlijk ook gewoon verdubbeld van 90 miljard naar meer dan 120 miljard vorig jaar. Oftewel een toename van 102%. En bij de cashflow zien we dat het eerst 25 miljard was. Is nog een paar jaar gedaald. Kan van allerhande redenen zijn natuurlijk. Maar uiteindelijk 2 jaar terug 30 miljard, vorig jaar 42 miljard en uiteindelijk dus 17 miljard meer dan 5 jaar geleden. Ook hier zien we een flinke toename van 66% en we zien dat de price to free cash flow op 35 bijna uitkomt, 34. Helaas iets te hoog van dat we zoeken, dus hier zal hij geen punt op scoren. Kijken we dan verder naar de schuldpositie. Die ziet er heel erg goed uit, zelfs beter dan bij de andere twee. Ze hebben meer dan 3 keer zoveel bezittingen op de korte termijn per beschikking eigenlijk, dan dat ze schuld hebben. Eigenlijk maar heel weinig schuld, moet ik zeggen. En ook de schuldratio ziet er zelfs nog beter uit. Dus ook qua schuldpositie scoort Google gewoon erg goed. Dividend, daar doen ze niet aan. 0%, 0%, dus ze keren ook niks uit. Dus mochten ze ooit hebben, nou, ze hebben genoeg geld uit de free cash flow om het te doen. Alleen op dit moment is dat nog niet het geval. En kijken volgens naar de aandelen. Ze hadden er 5 jaar geleden bijna 700 miljoen. Het is toen wel eventjes toegenomen, maar uiteindelijk toch ook weer afgenomen. En in die 5 jaar tijd zijn er dus best wel wat aandelen afgegaan. Zo'n 3% in totaal. Dus dat is in ieder geval ook wederom positief als aandeelhouder zijnde. Kijken we dan nog naar de koersinformatie. Zoals gezegd bijna $2600. Het gemiddelde van de laatste 50 dagen en de laatste 200 dagen. Dus we zien wel, ook wederom zien we dat hier in het koersverloop, dat er echt wel een stijgende trend in zit. Al zitten we wel echt tegen die all-time high aan te tikken. Ik weet niet of dit het juiste is. Als we kijken naar analisten, die denken ook wel dat we het punt wel een beetje bereikt hebben. Die hebben een koersdoel van $2625 over 12 maanden waarschijnlijk. Dat is meestal het koersdoel wat ze geven. Oftewel zo'n 1,3% hoger dan de koers op dit moment. Dus daar lijkt niet zo heel veel te behalen. Nou, dat zullen we ook terug gaan zien in de score. We hadden een PE ratio, we hadden al gezien. De price to free cash flow hadden we al gezien. Dividend, ja, dat is eigenlijk, moet ik dat anders doen. Want het is niet helemaal eerlijk als ze geen dividend uitkeren. Zou er eventueel één van kunnen maken, maar we zien ook dat ze hier niet op scoren. Dus uiteindelijk 7 punten. Zou er 8 kunnen zijn? Moet even denken of het eerlijk is. Omdat eigenlijk als ze geen dividend uitkeren, om dan geen punten toe te kennen. Het zou namelijk wel kunnen. Maar in ieder geval, als je zo kijkt op deze manier, dan is Apple het meest interessante aandeel. Het is het laagste gewaardeerd in ieder geval qua PE ratio, dus minst overgewaardeerd misschien wel. En ze hebben in ieder geval volgens analisten nog de meeste verwachtingen, de meeste potentiële groei de komende tijd.
Al is het natuurlijk niet zo dat je heel je aankopen of verkopen alleen maar op dit soort informatie zou moeten baseren. Je moet ook vooral gaan kijken naar het laatste nieuws, naar verwachtingen voor de toekomst. Maar het is in ieder geval wel een goed uitgangspunt om te kijken van deze drie vind ik persoonlijk Apple in dit geval de meest interessante. En daar zou dus als eerste mijn onderzoek verder naartoe gaan. Daar zou ik mijn tijd aan gaan besteden. Laat ook vooral weten welke van deze drie jij juist interessant vindt en waarom je die juist interessant vindt. En doe dat onder deze video. En als je trouwens vaker van dit soort video's wilt zien en dat ik bedrijven met elkaar ga vergelijken, laat ook dat weten in de reactie onder deze video. Of volg me op Instagram, dat mocht ik ooit een poll doen, dat jij in ieder geval kunt stemmen en invloed hebt op de content van de komende video's. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je een leuke video vond. Als dat het geval is, geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.